Lonsen staat daar ergens, die is nou mee in de auto, staat daar. Die heeft tegen Saskia verteld dat ze iemand... Oké, even... Keuleren gee. Twee huizen totaal verwoest. Irenepaats, Middelbrand, twee huizen momenteel al verwoest door brand. Brandweer is volop bezig met blussen, opgeschaald naar Middelbrand. Nou. Hoogwerken komt inmiddels ter plaatse. Nou, twee huizen zijn totaal verwoest door de brand. Naar mijn inzien zijn er geen gewonden bij gevallen, gelukkig. Maar wel, nogmaals, twee enorme huizen. Ja, je kan wel zeggen, zwaar beschadigd uitgebrand. Vermoedelijke oorzaak, vermoedelijk zeg ik met nadruk, container die buiten stond in de brand. Die is ingezet. Die zal vanaf het hoogte van hun hoogte, zeg maar, het dak nog even gaan blussen en controleren.
Naar mijn inzien, zoals het er nu uitziet, denk ik dat het onder controle is. Maar dat is mijn inzicht. Uiteraard nog geen brandmeester. Nou, je snapt wel dat die jongens het bloed verziekend heet hebben. En ze koelen zich ook momenteel hier met een straaltje van de tank uit te spuiten. Om dus een klein beetje verkoeling te wekken. Nou jongens, meer dan respect. Uiteraard weer voor de vrijwillige brandweer. Die dan even in een kort tijdbestek. Kijk. In een kort tijdbestek deze brand heb onder controle kunnen krijgen. Chapeau voor die mannen voor de vrijwillige brandweer. En uiteraard. Daar zit hij, ook de beroepsbrandweer. Dan zou je zeggen van, nou daar zitten ze lekker, maar nee dus. Die mannen die zijn momenteel even helemaal klaar. Met de warmte, in die warme pakken, zitten even bij te komen. Er zijn jongens die zijn binnen geweest en die zijn nu even aan het bijtanken met water en zo. Dus nou nogmaals, heel veel respect voor de vrijwillige brandweer. Zowel van Hellevoetsluis, Oude Horen. Echt top hoor jongens. Nou, later meer. Nou, deze jongens zitten ook compleet uit te rusten nadat ze een inzet hebben gehad binnen. En je kan je voorstellen dat die pakken bloed en bloedverziekend heet zijn. En dat dat heel veel energie kost. Nou, dit is dan even de reden dat ze hier even lekker relaxed. Nou ja, wat heet relaxed? Maar zitten uit te rusten. Uiteraard met drinken erbij. En daarbovenin zal het ook niet koud zijn. Inmiddels is Steden ook ter plaatse gekomen voor de afsluiting van gas en stroom. Nou, Wil houdt het voor de rest voor gezien hier. Even vanaf deze kant.
tennisman op Rokonjataki. Zo, inmiddels weer thuis van de, ja, alles gaat gewoon door, hè, van de tenniswedstrijden in Rokanje. Ja, dus nu ga ik alle foto's eventjes op de computer zetten. En dan uiteindelijk ga ik dat ook weer naar de redactie sturen. Ja, de brand op die Arenaplaats, dat was natuurlijk verschrikkelijk. En ja, hoe je het ook went of keert, als het brand uitbreekt en je hele huis gaat echt in vlammen op. Nou, dat is natuurlijk het ergste. Ook een van de ergste dingen wat je kan overkomen. Ja, ja, goed. Logischerwijze dat je op Facebook heel veel commentaar krijgt over het feit dat je het filmt en zo. Maar ja, weet je, het is een nieuwsvergaring. En gelukkig maak ik heel veel leuke nieuwsshots. Ja, dit soort dingen, dat ja, zou je bijna zeggen, dat hoort er ook bij ons, een nieuwsvergaring. En ja, goed, omdat ik het dan doe, kreeg ik heel veel commentaar. Maar uiteraard waren er heel veel mensen om me heen met telefoontjes die gelukkig op een afstand gehouden werden. Want anders krijg je natuurlijk ja, zeg maar beelden te zien die je helemaal niet wil zien. Dus dat was in ieder geval goed geregeld. Alleen de, ja, zeg maar de fotografen met een officiële perskaart, die mochten achter de lijnen blijven. En wij weten donders goed wat we wel en wat we niet op video of op film of op foto mogen zetten. En mocht daar dan toch iets bij zitten wat niet geschikt is voor publicatie, gaan we dat ook zeker niet doen. Ja, wat ik al zeg, ik heb wat uiteraard erop gedaan, maar er waren natuurlijk ook heel veel andere perscollega's. Omdat het natuurlijk groot opgeschaald is, ja, dan gaan er allerlei piepers in het hele Rijnmondgebied gaan natuurlijk bij de jongens en dan gaan ze kijken. Ja, dan komen ze deze kant uit. Dat is eigenlijk een logica voor het gevolg als iets zo groot opgeschaald wordt. Ja, dan wordt het uiteraard snel wordt dat op internet gezet. Op social media, zoals dat dan mooi heet. Ja, en soms is dat heel vervelend voor mensen die in dit geval ook op vakantie waren en dat zouden kunnen gezien hebben. Ja, dat helaas, dat gebeurt dan ook. Ja, niet om het goed te praten, maar wij waren een van de laatste die het op onze social media geplaatst heb. En daarvoor waren al veel andere collega's die het veel en veel sneller erop hebben gezet. Ja, goed, dat even dan nog even ter, ja, zeg maar ter info. Nou, Wil gaan weer verder. Op naar het volgende. En we zien wel nog wat er gaat gebeuren. Mijn lieve schat is momenteel ziek. Wie is dat, Wil? Dat is mijn lieve, ik loop even ermee naartoe. Die is al vanmorgen bij de dierenarts geweest. Kijk, daar ligt die, mijn kanje. Hier is die, hè, Toby? Toby is een beetje ziekjes, hè? Ja, Toby is een beetje ziekjes. Hij heeft waarschijnlijk wat opgegeten. Zo. Laten we hem kwijlen. Ja, dat heb je als je ouder wordt. Maar hij is een beetje ziekies. Kijk, dan ligt die arme sloeben. En hebben antibiotica gekregen in de hoop dat het snel weer opklapt. Ja, want dat vind ik toch wel weer. Nou, kijk, dat vind ik ook weer zo zielig. Maar goed, ik ga ervan uit dat hij wel weer opknapt. Hey, tot zover. Even weer bedankt. En tot later.